Ja, 3 minuten onderweg op de Nijkerkse Ebbenhorst, Sparta Nijkerk VVA. De problemen bij de Achterbergers die zijn bekend, financiële perikelen. Daardoor ook de Veldhuis vandaag niet bij VVA in de basis. Hij ging na 9 seizoenen Sparta Nijkerk naar de tegenstander van vandaag. Maar keerde tijdens de voorbereiding alweer terug bij Sparta Nijkerk en zit vandaag op de bank nadat hij vorige week nog wel in de basis stond. Maar goed, de bal rolt in Nijkerk. Het staat 0-0 na 3 minuten voetbal. Ja, 9 minuten hier gespeeld en Sparta dat de dominantere ploeg is van de twee, veel op de helft van VVA te vinden. Zo ook nu aan de linkerkant als de vlag omhoog gaat voor buitenspel na een paas van Ruud Jong. En dan wordt er uiteindelijk voor gefloten, mag VVA een vrije trap nemen. Is het Wouter van der Molen die hier nog kampioen werd met Sparta 2 seizoenen geleden. Toen Sparta eigenlijk de titel pakte in de hoofdklasse A. Hij nu dus tegenstander, omdat hij vorig jaar bij het Dovo uit Veenendaal opereerde. De andere oud-Spartaan Versluis speelt de bal nu naar de linkerkant van het veld, naar Koen Oost. Die wordt wat opgejaagd door Frank ter Voet. Het is een bij elkaar geraapt zootje, zeg ik heel oneerbiedig hoor, dit VVA. De keeper die de bal verkeerd uitschiet, maar tot zijn geluk ziet dat hij bij Bonavacia terechtkomt. En dan zit Ivo de Heuze tussen namens de Nijkerkers. Speelt hem wel wat lastig terug naar zijn keeper Rijnvis. Die blijft ijzig kalm daar door de bal naar de linkerkant te spelen, naar Ruud Jong. Die wil een inworp, die krijgt hij ook van de scheidsrechter en ook van de grensrechter, waar de meeste mensen bij VVA dachten aan een inworp. Het is wat kalm op de tribune. De mensen kijken ernaar en nemen het voor lief aan. Maar om nou te zeggen dat ze op het puntje van de stoel zitten, dat is absoluut niet aan de hand. Het is lekker weer en de mensen die, ik weet niet hoe ik het moet zeggen, maar ik heb niet echt het idee dat er naar een voetbalwedstrijd zit te kijken als je het publiek het in een oogschouw neemt. Ze zijn niet echt betrokken bij de wedstrijd. Bilal Amasakuyo draait zich vast tussen 2 mensen van VVA in de middencirkel. Dan is Bonavacia heel vervelend, moet eigenlijk een gele kaart krijgen. Die krijgt hij niet van de scheidsrechter. Tot 2 maal toe pakt hij de bal af als een Spartaan een vrije trap wil nemen. En doet dan ook nog eens alsof hij degene is die wordt aangevallen. Maar ja, de vrije trap was voor de Nijkerkers. Die is inmiddels genomen. Tempo ligt zo ontzettend laag bij de Spartanen. Je zou zeggen iets omhoog en je krijgt kansen. Nu de bal vooruit naar Van der Wal, te voet. En dan horen we voor het eerst het Nijkerkse publiek als de bal naast het doel verdwijnt van keeper Dennis Vinken. Bal via de voet van Wouter van der Molen. Betekent een corner voor de Nijkerkers met Sebastiaan van Kammen die de bal gaat halen. En dan vanaf de rechterkant van het veld met zijn rechterbeen van het doel gaat afdraaien in de hoop een Spartaans hoofd te vinden. Wellicht Muller. Die is als centrale verdediger mee, ook Peters, maar natuurlijk ook te voet. Die bal komt bij de eerste paal, dan kan die eenvoudig worden uitgekopt. Frederiksen moet opvangen en moet opletten met iemand in zijn rug. Laat zich daar heel makkelijk het kaas van zijn brood eten. En dan kan VVA wellicht counteren. Aan de linkerkant is er heel veel ruimte, goed gezien. Nou, alleen op de keeper af, maar de bal verkeerd aangenomen door Ruben Rip. En dan vervolgens houdt hij hem wel knap in bezit in de 16 van de Nijkerkers. Dan verspeelt hij hem aan Sebastiaan van Kammen, die goed mee verdedigt. Maar wat een ruimte voor Ruben Rip. Als hij de bal goed meeneemt, loopt hij zo rechtdoor richting keeper Rijnvis. Maar het loopt goed af voor de Spartanen, omdat de controle bij de man met nummer 9 op zijn rug ja, minder dan matig is. Het staat 0-0 na 11 minuten voetballen tussen Sparta Nijkerk en VVA. Tel het maar. Nou ja, het vervelende is, er valt eigenlijk helemaal niet zoveel te vertellen. Want er gebeurt niks. We zijn 20 minuten aan het kijken. Ik heb 1 kansje op een papier gezet. Dus de beste kans van de wedstrijd dan. Die was toch echt voor VVA. Maar de Bruin op de rand van de 16 van Sparta zich knap vrijdraaide. En toen we een schot in de korte hoek Rijnvis aan het werk zetten. Die dook de bal knap uit de hoek. En een corner die wat tumult opleverde in de 16 meter van de Nijkerkers. Maar geen doelpoging. Maar het is slaapverwekkend. Het is saai. En het is niet leuk. En het is ook niet goed. Dus we zitten eigenlijk naar een heel vervelend potje voetbal te kijken tussen VVA, waarvan wij hier op de tribune denken dat ze niet beter kunnen, en een Sparta Nijkerk waarvan we denken dat ze niet beter willen. Die denken op 70% gaan we dit potje ook wel naar ons toe trekken. Misschien hebben ze wel gelijk. En is het enkel wachten tot de 1-0 tegen de touwen ligt en gaan ze daarna wat beter voetballen. Maar tot nu toe is het niet om aan te gluren. Bilal Amasakuyo met een bal naar de tweede paal. Een verdwaalde voorzet die voorlangs gaat, te voet weer naar het gras. Heeft een beuk gehad, in dit geval van Bonavacia. Zoals hij net ook al een beuk kreeg van Wouter van der Molen. Dat is een speler die hier eerder speelde. Toen vond de scheidsrechter dat de bal gespeeld werd. Nu ook, zegt hij tegen te voet, opstaan, niks aan de hand. Dus die twee worden vanmiddag geen vrienden. Nee, even wat ruzie tussen de scheidsrechter en te voet. En dan duurt het allemaal lang voordat de doeltrap genomen gaat worden door Dennis Vinken. Die nog helemaal niets te doen heeft gehad. Ja, vorig jaar nog topklasse Sparta. En dit VVA dat een elftal bij elkaar kocht.
om dit seizoen een rol van betekenis te gaan spelen in de hoofdklasse. Maar dus door financiële perikelen een tiental spelers nog voor de competitie start zag vertrekken. En dus helemaal opnieuw moest beginnen. Frederiksen kopt een bal door richting Donny van der Wal. Die er niet aankomt. En dan laat Frederiksen de bal over de zijlijn rollen zodat de Nijkerkers mogen gooien. Gebeurt dat na 22 minuten een meter of 5 over de helft. Van VVA is de kaats van de Heus op Bilal Amasaguyo en gaat hij terug naar Peters. Mocht u denken, wat klinkt die Mark Kloostra een beetje raar? Dan klopt dat, ik heb een beetje hooikoorts en verkouden en allemaal ellende achter de rug. Dus als u mij straks hoort kuchen, proesten en hoesten, dan weet u waar het van komt. En dat mijn stem wat anders klinkt dan normaal, dat is bij deze ook verklaard. Een overtreding van Van Kammen en de scheidsrechter die voordeel geeft, waardoor VVA door mag. Net over de middenlijn, nu wel gefloten, had ook hier voordeel kunnen geven aan VVA. Vrije trap snel genomen en inmiddels de bal bij Martina aan de rechterkant van het veld. David, let op, pak de bal af, krijgt een tik op zijn hak. Mark, en dan moet je publiek zeggen wij. Oh, wat een kans voor Donny van der Wal die de bal afsnoept van een verdediger. En dan op rand van de 16 ziet dat keeper Dennis Vink een paar stappen naar voren doet. Dan denk ik als oud-spits die er niks van kon, stifte die bal. En dat doet Van der Wal ook. Maar Van der Wal is geen spits van nature en dat zie je. Het stiftje is te kort. En de keeper kan hem met zijn hand naast boksen. Maar dit was een reuze kans voor de Nijkerkers. Corner van Van Kammen uitgekopt, opgevangen door Ivo de Heus. Rand van de 16 meter. Moet even terug. En dan wordt hij opgejaagd door Bonaventia. Doet hij goed, de oudspeler van Spakenburg. Want nu moet de Heus helemaal terug naar zijn keeper. En dan gaat Martina ook nog even doorjagen. Doet Rijnvis dit knap door de bal langs Martina te spelen naar Ruud Jong. Ruud Jong pompt hem naar de rechterkant van het veld. Van Kammen wint zijn kopduel. Goed gedaan. Dan op de rand van de 16 Van der Wal. Met een half volley de bal richting Frederiksen. Maar die kan die bal niet halen. Nee, hier is het 24 minuten lang niet leuk geweest. Die kans dus zojuist voor Van der Wal. Had zomaar de openingstreffer kunnen betekenen voor de Nijkerkers. Maar het staat na 24 minuten 0 tegen 0. In Barneveld dus een oud Spartaan die de score opende. Rob Knul. Die hebben we hier ook nog wel eens zien scoren. Dus laten we daar maar eens gaan kijken. Bilal Amasaguyo slingert hem de 16 in. Daar staat Ter Voet. Die kan koppen tot bij Ruud Jong. Ruud Jong ineens zijn pantoffel tegen een arm. Nee. En dus voetballen we door. Verdedigt Wouter van der Molen uit. Tot bij Ruben Rip. Ruben Rip draait zich vast en dan neemt Van Kammen over. Het is echt niet om aan te zien. Ook dit gaat in een veel te laag tempo. De paas van Van Kammen komt op de penaltystip op het hoofd van Koen Hoos. Die kopt eenvoudig uit, maar dan leven ze hem weer in. Dat VVA is slecht. Ja, ik mag het niet zeggen, maar die kunnen er echt helemaal niks van. Sparta heeft de bal aan de rechterkant met Bilal Amasaguyo. Moet de bal gaan voorslingeren. Doet dat. Dat is een prima bal. Ter Voet omhaal. Oh, wat een mooie omhaal. Maar wel over. Tegen Ajax deed hij dit in december, twee seizoenen geleden. Tijdens het glazen huis, toen ging hij erin. Toen stond iedereen op zijn kop. Toen betekende het ook de 1-0. Of ook de 1-0. Nu betekent het natuurlijk niet de 1-0. 10 minuten voor de rust. Want de bal gaat over het doel van Dennis Vinken. Maar hij heeft een patent op die omhaal. Vorige week tegen Ajax probeerde hij het ook. Toen mislukte het ook. Schoot hij hem naast het doel, nu over. Maar het ziet er fraai uit. Het is de techniek van Van Basten tegen Den Bosch. Lang en lang geleden. Het allermooiste doelpunt ooit gemaakt, als je het mij vraagt. Maar goed, dat geheel terzijde. Maar hij hangt in de lucht en haalt hem dan prachtig om. Het is sierlijk, het is bijna ballet om naar te kijken. Maar helaas voor Ter Voet gaat de bal dan over het doel. Goed, vrije trap nu voor de Nijkerkers. Die minder slecht zijn dan VVA. Maar op die ene kans voor Van der Wal na niks hebben gecreëerd. En hebben we gelijk het pijnpunt van de Nijkerkers te pakken. Want ook vooraf hebben we het er al een paar keer met mensen over gehad. Sparta Nijkerk mist gewoon heel veel creativiteit. Het is een lastige ploeg om te verslaan. Maar zo weinig creatieve mensen bij de Nijkerkers. Dat ze afhankelijk zijn van Ter Voet. Die elke bal die hij krijgt er dan in moet schieten. Nu zit Van der Meulen mis. Van der Wal dan nee. David ook niet. Keeper Dennis Vinken op die lange trap van de Heus. Die dan over Wouter van der Molen verdwijnt. Die denkt ik laat hem lopen voor mijn keeper. Maar vergat dat er twee mensen in een oranje shirt achter hem stonden. En dat loopt voor hen dan goed af. 8 minuten voor rust. Maar wat ik wilde vertellen is dat Sparta een hoog rendement haalde in Amsterdam vorige week. Door uit de anderhalve kans 2 doelpunten te maken. En toen vergaten de mensen dat Sparta nauwelijks wat gecreëerd had. En gaven ze natuurlijk die 2-0 voorsprong weg. Maar ook vandaag is het armoedtroef als het gaat om het creëren van kansen. Sparta Nijkerk dus gewoon een schrijnend gebrek aan creativiteit. En dat zou ze wel eens kunnen gaan opbreken. Al blijf ik ook zeggen dat de Nijkerkers zo'n degelijke ploeg hebben. Dat er maar weinig ploegen in staat zullen zijn om net als Ajax 2 keer tegen de Nijkerkers te scoren. Zal er ook de hulp van Rijnvis bij nodig. Maar dat was vorige week. Daar heb ik nou al genoeg over gezegd en gesproken. Al is dat hetzelfde. En nou mag Sparta een vrije trap nemen. Tim Muller, metertje of 5 buiten zijn 16. Geeft hem mee aan Rijnvis.
die dan ook een meter of 10 buiten zijn 16 meter is, om aan te geven dat hij wel wil voetballen. Via Van Kammen de bal naar de rechterkant, naar Bilal. Bilal gaat 1-2 aan met Frederiksen. Dan is het Hens. Weer niet gezien door de scheidsrechter. Frederiksen wordt dan ook nog gehaakt. Ook niet gezien door de scheidsrechter, die het ook niet kan bijbenen hoor. Want die man die loopt met de tong op zijn schoenen. Nu Rip aan de linkerkant probeert voor te geven. Maar Peters is een echte ouderwetse mandekker. En dwingt hem tot de weg terug naar Bonaventia. Bonaventia aan de as van het veld. Komt iemand zich aanbieden. Die krijgt de bal ook. En speelt hem terug naar Oost. En via Oost gaat hij naar Van der Molen. Van der Molen op de middenlijn even de bal rond. En zo zitten we weer naar niks te kijken. Bal heen en weer tussen Van der Molen en Oost. Sparta zet daar niets tegenover. Het is armoedig wat de Nijkerkers laten zien in de eerste 40 minuten. 0-0. Ja, nou het is rust. De muziek die schalt op de achtergrond. En eigenlijk is de rust het hoogtepunt van de middag tot nu toe. Want wat is het slecht in Nijkerk van twee kanten. We zagen nog wel een kans voor VVA trouwens in de laatste minuut van de eerste helft. Een voorzet van de rechterkant van Martina. Die kwam bij de eerste paal waar Rip stond. Die goed voor zijn directe tegenstander kwam en de bal in de korte hoek schoot. Maar Rijnvis lag dwars en voorkwam daarmee de 0-1. Maar het is armoedig wat de Nijkerkers vanmiddag op de mat leggen. Tempo is te laag, er is geen creativiteit, nauwelijks kansen. En dus staat het 0-0 halverwege tegen VVA. Ja, sorry Arno. Daar bijna raak, hier helemaal raak. Eerste aanval van de wedstrijd van de Nijkerk, of van de wedstrijd, van de tweede helft van de Spartanen. Levert een corner op, die wordt getrapt door invaller Koenders. Zijn eerste balcontact is een puntgave corner die op het hoofd komt van verdediger Tim Muller. Die knikt hem in, het staat 1-0 in Nijkerk. We zijn inmiddels 4 minuten onderweg in de tweede helft. Sparta leidt 1-0. Nee. Nou zeg maar, gelukkig. We beginnen weer opnieuw hoor, het staat 1-1. Hij staat heel erg vrij. Robin Koning op de rand van de 16 meter. Dan schiet hij, plaatst hij hem. Ja, eigenlijk met binnenkant voet naar de verre hoek. Dan gaat hij onderkant lat en dan stuitert hij op de grond. En haalt iedereen van Sparta opgelucht adem. Maar de grensrechter aan deze kant die steekt direct de vlag omhoog en zegt die bal was over de lijn. En dus is het doelpunt. Bij Sparta kunnen ze het nauwelijks geloven. Muller die zegt die bal is een meter voor de lijn het veld weer ingestuit. En de grensrechter resoluut zegt dat het een doelpunt is. En hij staat er verreweg het beste voor van alle mensen hier op de tribune. Dus laten we hem dan maar het voordeel van de twijfel geven. Maar Sparta dat dus goed begon aan die tweede helft met die treffer van Muller uit die corner van Koenders. Ziet nu de stand weer in evenwicht. Het was wel een aardige kans, want hij stond wel helemaal vrij. Hè? Er was er weer eentje vergeten mee te lopen met Robin Koning. En als hij over de lijn is geweest, is het een prachtig doelpunt. Zo eerlijk moeten we zijn. 1-1 dus in Nijkerk. Davids verlengd tot Bilal Amasagbujo. Tempo moet wat omhoog. Als Amasagbujo dreigt met de voorzet, maar kapt. Dan nog een keer dan de voorzet naar de tweede paal. Daar wordt hij uitgekopt. Opgevangen van Kammen via Te Voet. Nou. En dan ook nog buitenspel voor Te Voet. Van Kammen niet gelukkig vandaag. Kreeg een hele grote kans voor rust al op een metertje of wat was het? 6. Van het doel van Dennis Vinken kon hij vrij met links de bal in het lege doel schieten, maar schoot hij over. En dit is ook een vrije schietkans vanaf de rand van de 16, nu voor zijn goede rechterbeen. En dan schiet hij hem zomaar tegen Te Voet op. We hadden hem ook iets anders kunnen raken. Dat is makkelijk als hij er niet in gaat. Dat zag er weer niet vol overtuiging uit zoals Van Kammen die bal erin schoot. Hij scoorde vorige week de openingstreffer voor de Nijkerkers. We hadden vandaag ook alweer 2 kunnen maken. Het verhaal van Kam is een beetje dat hij 1 doelpunt per seizoen maakt. Nou ja, die heeft hij vorige week al gemaakt. Dus wat dat betreft hoef je het niet meer op te stellen. Als de paas van Jong mooi is op Koenders. Mooi steekballetje Te Voet. En dan uitstekend verdedigd door Koen Oost. Corner voor Sparta. En dan geeft die scheidsrechter een doeltrap. Hoe kan je dit niet zien, vraag je je af. Te Voet schiet een bal via een verdediger naast. Daar is geen misschien bij. Dat is niet omdat ik voor Sparta zou zijn dat ik dit zeg. Maar dat ziet echt iedereen. En een lachende gezicht ook bij VVA. Die denken, hoe kan je hier nou een doeltrap voor geven? Het is een corner, het is er geen één, omdat de scheidsrechter er niet voor fluit. En als de scheidsrechter zegt dat het gras blauw is, dan is het gras blauw. Want zo simpel is het nou eenmaal. 58 minuten gespeeld. Het is nog altijd pover wat betreft de Nijkerkers. 1-1 de tussenstand, dankzij treffers van Muller en Robin Koning. De wedstrijd, 67 minuten op de klok, dus nog 23 te gaan. Ja... En het was na het doelpunt eigenlijk alleen maar de Heus met een schot vanuit de tweede lijn. Dus vanaf een metertje of 2,23. Die tussen de palen kwam en Dennis Vink aan het werk zette. En voor de rest is het nog altijd qua kansen armoed troef. Ik heb het al een paar keer gezegd bij de Spartanen. Geen creativiteit in dit elftal. En dat maakt dat het heel vervelend is om naar te kijken. En dat Sparta met die 1-1 tussenstand helemaal niks opschiet tegen een laagvlieger. Want laten we niet vergeten dat dit VWA zeker niet in het linker rijtje gaat eindigen dit seizoen hoor. Die gaan er alles aan proberen te doen om erin te blijven. En dat is gezien het spelersmateriaal ook maximaal haalbaar. Dus Sparta moet hier gewoon van winnen.
Maar ja, de tijd begint zo langzamerhand op te dringen. Als Lennart van der Brink een bal wegkopt en dan denk ik dat Van der Wal zich verstapt bij Sparta. En dan gaat hij er zo meteen uit, denk ik. Als ik hem zo zie hinken. Goed, lange trap. Komt bij Martina. Draait knap weg bij Amasaguyo. Dan een hakje. Dan gaat hij over de zijlijn. Dan mag VVA gaan gooien. Iets over de middenlijn. Waar de inworp teruggegooid wordt naar Koen Oost. Die dan geheel vrijstaand de bal even onder de voet zet. En denkt, ja, 1-1 is een prima punt bij Sparta. Sparta wil toch kampioen worden? Nou, wij niet. Dus als we hier een puntje pakken is het bonus. En voorlopig moet ik gewoon zeggen, na 70 minuten voetbal, dat die 1-1 tussenstand helemaal geen onverdiende is, hoor. Want het is nou niet zo dat Sparta kans op kans stapelt en het VVA heel lastig maakt. Sterker nog, het duel is gewoon in evenwicht. En ja, de mooiste treffer van de middag is ook nog gemaakt door iemand van VVA. Al dachten ze bij Sparta dat die bal er niet in zat. Dat doelpunt van Robin Koning, die via de onderkant van de lat het veld weer instuiterde. Maar was hij over de achterlijn? Goed, dat kunnen wij vanaf hier niet zien. Zoals de grensrechter nu wel van heel ver af ziet dat het buitenspel is. Maar de grensrechter scheidsrechter negeert dat vlagsignaal. Gaan we door met voetbal en dan komt er misschien een kans voor VVA. Bal op de rand van de 16 nu. Bij Van der Brink. Van der Brink, die bal via Ruud Jong naast schiet. En dan zijn ze bij Sparta boos op de scheidsrechter. En dat komt omdat hij vlakt voor buitenspel. En de scheidsrechter niet kijkt naar de grensrechter. En het nu dus een corner komt voor VVA waar het een vrije trap voor Sparta had moeten zijn. Kortom, Sparta begint zich zo langzamerhand ook aan de Leidsman te ergeren. En dat is geen goed teken. Frustraties nemen toe. Het loopt van geen kant bij Sparta. Na 70 minuten voetballen tegen VVA. 1-1 de tussenstand. Dankjewel. Nou, ja, Lionel Frederik, maar die is geblesseerd. Elke keer als het belangrijk wordt, dan belt hij zijn trainer op donderdagavond. Kan niet spelen, ik heb er ergens last van. Misschien Ridouan Tabaouni die nu in de ploeg gaat komen, oud NSC'er. Hij moet het verschil dan gaan maken bij de Spartanen. Maar nee, het is een elftal dat heel degelijk in elkaar zit. Een goede ploeg, Sparta. Maar creativiteit, dat is ver te zoeken. Spits die veel goals gaat maken dit seizoen, dat is wel zeker. Maar iemand die een mannetje passeert en dan met een slim paasje iemand vrijzet voor de keeper. Nee, dat zit er niet in bij Sparta. Sparta werd kampioen 2 seizoenen geleden in de hoofdklasse. Maar had dat vooral te denken aan iemand die wel veel creativiteit had. Tariq Tissoudali, die speelt al 2 seizoenen bij Telstar in IJmuiden in de Jupiler League. En zo'n speler, nee, die hebben ze niet. Reintjes moet nog even zijn doel uit. Op het moment dat er een spits komt doorjagen, die omspeelt die knap. En dan levert hij de bal in bij Mike Koenders. Die wel een geweldige voorzet heeft met zijn linkerbeen. Maar gewoon een kilo of 5-6 te zwaar. Koek koek bij Bonaventia. Ja, als je me dan toch een vraag stelt, gaan we gewoon door met voetballen. Want hier zit wel muziek in met Bilal Amasaguyo. Tegenstander voor zijn neus. Lijkt zich stuk te lopen via de heus. Bal terug naar Amasaguyo. Dan moeilijk. Terug naar Rijnvis. Nee, 70 minuten gespeeld. Een toevalstreffer. Daar is het wacht op. Nog 20 minuten. Ja, ja, slecht nieuws. Sorry, het staat 2-1 voor VVA. Vlijmscherpe counter. Iedereen boos, want de voet heeft een bloedlip. Die krijgt een klap in zijn gezicht. Scheidsrechter fluit niet. De voet die nu bij die scheidsrechter vertelt van kijk eens, dat heb ik niet zelf gedaan, hè. Die moet je gewoon voor fluiten. Maar vervolgens counteren ze bij VVA. Gaat de bal naar de linkerkant. Daar staat Javier Martina helemaal vrij. Die legt hem breed. En dan is het van dichtbij invaller Jos van Roekel. Nog niet eens zo lang in de ploeg. Die schiet hem in het lege doel. En VVA verrassend op voorsprong. 1-2. Nog 18 minuten. Er moeten er nu zelfs nog 2 in bij Sparta. Tabaouni in de ploeg voor Ruud Jong. Dat is een aanvaller voor een verdediger. Alles of niets. Maar het was tot nu toe helemaal niets voor Sparta. Nou, dan zit je niet goed op te letten, hoor. Oké, okay, ja. Want zo spannend is het niet. We hebben een blessurebehandeling. Maar ja, die scheidsrechter die is echt slecht. Maar dat is nog een uitstekende Leidsman in verhouding tot het spel van de Nijkerkers, hoor. Want och, wat is dit een dramatische wedstrijd. Waarin de Nijkerkers ook totaal niet uitstralen dat ze het geloof hebben dat ze dit in 13 minuten gaan omdraaien. Ze lopen erbij alsof ze ja, op strafkamp zijn. Zoiets is het. Plichtmatig. Niet te veel meters maken, want dat zou je druk maken. En dan sta je zomaar tegen een hele slechte tegenstander, in dit geval VVA met 1-2 achter, met nog maar 13 minuten te gaan. Ja, dan heb je die scheidsrechter ook niet mee, dus dan moet het echt van jezelf komen. Van Kammen, helemaal vrij, kopt een bal zomaar over de zijlijn. Waarom doe je dat? Geen idee. Maar ja, hij is een beetje het toonbeeld van als ik de bal in mijn voeten krijg, geef ik hem aan iemand anders en dan ben ik er mooi vanaf. En daarna doe ik niet zoveel meer. Het klinkt wat kritisch, maar die heeft nog geen centimeter te veel gelopen, hoor, Sebastiaan van Kammen. Die nu ook weer stilstaat en dan een beetje terugschokt als de bal binnenkant back bij Davids gespeeld wordt bij Van Roekel. Die dan een overtreding maakt op Stefania Davids. Daar wordt voor gefloten. Had net zo goed een doeltrap kunnen geven aan de Spartanen. Nou goed, Rijnvis legt de bal neer en gaat hem dan snel naar de rechterkant spelen. Naar Bilal Amasaguyo. En dan moet er wat gebeuren bij de Oranje-Zwarte. Pompt die bal maar naar voren, hoor. 10 minuten lang. Geen schande. Van der Molen wint het kopduel van te voet.
dan loopt hij in de weg. Bij Bonaventia moet Ridwan Tabouni een kopduel aangaan. Is hij niet zo handig, maakt een overtreding, wordt niet gezien. En dan maakt Bilal Amazagoeyo geen overtreding volgens de scheidsrechter. En heeft Sparta balbezit met aan de linkerkant van het veld Van Kammen. Van Kammen verder naar links. Daar staat Koenders brengt de bal in. Penalty stip. Koppen, nou, dat scheelde wel een meter. Tabouni springt wel, maar kon daar nooit bij. En dan wordt de bal wild naar voren geschoten door VVA over de zijlijn. De tijd begint te dringen. 2-1 achter op eigen veld. Sinds februari geen wedstrijd meer gewonnen in competitieverband de Nijkerkers. En ook vandaag lijkt er geen overwinning in te zitten. Het is een dramatische vertoning van Sparta. 79 minuten lang tegen een armoedig VVA. Maar het staat wel 1-2 voor de Achterbergers. Ja, voorzet nu van Bilal Amazagoeyo bij de tweede paal. Koenders, schiet dan jongen. Nee, legt hem nog een keer breed. Daar Bonaventia. En die verdedigt uit. Dan zijn er ineens mensen van Sparta in de 16. En begrijpen ze elkaar niet. Dan is er een blessure. Natuurlijk is er een blessure. Martina die weet dat dit het meeste tijd kost. En dus gaat hij op het gras liggen en denkt hij, ja, dan pakken we weer 2 minuten. Die scheidsrechter doet er 30 seconden bij. Dat is netto 1,5 minuut winst. En dus, ja... gaan we kijken naar niks. 5 minuten nog in Sparta om een 1-2 achterstand om te buigen. Nou ja, eerst die 2-2 er maar eens in. Want dan ziet het ook niet naar uit hoor. Want sinds de 2-1 van VVA heeft Sparta geen kans meer gecreëerd. Nou, daarvoor eigenlijk ook al niet. Dus we hebben het over. Het is gewoon heel slecht van Sparta. Blessurebehandeling dus voor Martina. Is niet zoveel aan de hand. Die gaat zometeen gewoon verder. Nog 5 minuten. Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Maar goed, volgens mij doet NEC het vandaag beter dan de Nijkerkers. Als ik het goed begrijp staat het daar 1-1. Hier 1-2. En daar hadden we zeker niet op gerekend. Het VVA is een soort camping-elftal dat bij elkaar geraapt is. Geen voorbereiding gehad heeft. Alleen maar gepraat heeft over de financiële ellende. Spelers die vertrokken op het laatste moment. Waaronder de Veldhuis die bij Sparta in de ploeg is gekomen. Ja, een minuut of 10 geleden. Maar goed, verre van ideaal. En een spelersmateriaal waar geen enkele trainer in de hoofdklasse jaloers op is. En dat Sparta Nijkerk, ja, dat wilde kampioen worden toch? Heb ik me ergens laten vertellen. Maar niet op deze manier. Want wat is het slecht. Nog 3 minuten hebben de Nijkerkers. 1-2 de achterstand. Van Kammen tikt hem nog maar een keer breed naar Stefania David. Die gaat hem nou inbrengen. Muller is erbij in de spits. Dan komt hij bij de tweede paal. Dan wordt hij uitgekopt. Dan kan Van Kammen de bal laten rollen voor in dit geval de Heus. De Heus naar Teveldhuis. Teveldhuis. Tweede paal. Dan wil Muller de bal. Mooie trap van Teveldhuis. Kopbal Muller. Ruim over het doel van Dennis Vinken. En dus een doeltrap nog. Daar gaat de scheidsrechter eindelijk zeggen je moet wat meer tempo maken. Ja, dat zal de keeper echt niet doen, want het ergste wat er kan gebeuren in dit geval is dat hij hem een gele kaart geeft. Nou, die kan hij wel hebben. Gele kaart die Tevoet ook kreeg zojuist voor mekkeren op de leiding. Dat is nooit handig, want dat betekent meestal zo'n 6-7 wedstrijden voor het einde van het seizoen dat je een keer tegen een schorsing aanloopt. Martina gaat eruit bij VVA. Toch geblesseerd geraakt bij die actie zojuist, waarbij ik zei, nou, dat zal meevallen. Hij zegt in de laatste minuut, jongens, ik ga lekker op de bank zitten en dan zoeken jullie het maar uit. 2-1 moet je over de streep trekken, dat lukt ook al met z'n tienen. De bal is bij Amazagoeyo, alle mensen op rij is na op de helft van de Achterbergers. Bal komt bij de tweede paal, dan moet Koenders hem voorgeven. Eerst controleren, dan de bal laag, dan via sluis over de achterlijn. Corner voor Sparta met Van Kammen. En Van Kammen die de bal dan in de pot gaat slingeren. Muller is mee. Keeper Rijnvis gaat ook mee. Ja, er komen nog wel een minuutje of 5 bij. Dus het is wat vroeg. Je hebt niks te verliezen. We hebben het Hansen zien doen bij ADO. Met een fraaie bal. Gestapt bij Rijnvis. Oh, wat een kopkans voor Rijnvis. Daar schrikt hij zelf van. Die was helemaal vrij op de punt van de 5 meter. Hij kopt hem. Ik denk een half metertje over het doel van Vinken. Wat een kans voor Kevin Rijnvis, de keeper, om de 2-2 op het bord te tikken. De blessuretijd loopt, de keeper krijgt een gele kaart als Dennis Vinken in dit geval. Een doeltrap nog, ik kom zo terug, want er komt echt nog wel blessuretijd bij. Ergens anders wordt er ook gevoetbald. Doeltrap, Sparta Nijkerk, Rijnvis, net de man van de grootste kans sinds de 1-2 die meegeeft aan Amazagoeyo. Die gaat wat dribbelen en draaien met de bal, pomp hem nou maar gewoon 16 in. Dat is wat de mensen op de tribune willen, hij poort even zijn tegenstander, gaat er nog eentje voorbij. Ja, dit is wel knap. Nu de bal goed voor van Kammen, nee, de bal wordt uitgekopt bij de eerste paal, dan uitverdedigd, puntje. Zou nog kunnen, waar de trainer al lang roept dat het tijd is. Maar ook trainer, dat is niet waar, hè. We horen nog wel een uur of 4 gespeeld te worden hier. Dus Van de Brink de bal per ongeluk de verkeerde kant. Kop van de Molen doet hetzelfde, geeft hem aan Muller. Die raakt de bal verkeerd. En dan mag VVA nog een keer naar voren. De Veldhuis zit ertussen. Krijgt hem bij Koenders. Koenders, aanname goed aan de linkerkant. Geeft hem mee aan Davids. Davids, terug naar Koenders. Die bal moet de 16 in. Tuurlijk, Koenders, goede bal naar de tweede paal. Maar dan staat iedereen te kijken. Die bal is niet voor mij, die bal is ook niet voor jou. Die bal is voor niemand. En dan gaat hij over de achterlijn. En dan is het een doeltrap voor Dennis Vinken, Anderveld. Ja, een handbal wordt niet gefloten.
En dan mag VVA door met voetballen. Nou, aan de rechterkant is er een zee van ruimte voor Van Roekel in de middencirkel. Het is nog een hele lange weg hoor. Draait even een rondje onze as en dan slim de bal in de ploeg houden. Naar Van der Brink moet hij. Dan gaat hij ook heen. Die is aan de rechterkant van het veld, zo'n beetje bij de cornervlag. Tijd winnen, jongen. Geeft de bal voor en doet dat dan via het veld thuis. Ja, dan is het wel slim, want dan levert het een corner op. De oude SDC putterspeler die via VVOG nu in Achterberg beland is om daar zijn centjes te verdienen, laat ik het zo maar zeggen. De scheidsrechter gaat even naar de kant, stuurt dan ook nog iemand van VVA het veld af, een trainer denk ik, die vindt dat het tijd is en dat meermalen geroepen heeft. Ja, die had hier ook niet op gerekend hoor, toen hij vanochtend om een uur of 11:30 in de bus stapte. Nou, ze zullen wel iets later vertrokken zijn naar Nijkerk. Die dacht schade beperken en misschien zit er wel een puntje in als we een goede dag hebben en zijn slechte. Nou, Sparta heeft een hele slechte dag vandaag en staat met 1-2 achter. Dan een overtreding gemaakt. En aan welke kant gaat de vlag dan op? De vlag gaat de kant op van VVA, betekent vrije trap Sparta op de positie van de cornervlag. Ja, geef hem dan maar een Rijnvis. Ja, natuurlijk, bal is genomen. We voetballen nog. Dat is de enige hoop die ze in Nijkerk hebben, die kans voor Rijnvis. Waar hij zelf ook van schrok. Kopkans uit een corner. Amasaguyo gaat weer lopen met de bal. Is actie is goed. Brengt de bal dan naar Tervoet. Tervoet heeft nog niet gescoord vandaag. En krijgt hem nu na een 1-2 terug. Rand 16, Tervoet. Net na. Via een been. Nee hoor, die scheidsrechter geeft die corner. Die doet niet aan corners vanmiddag. En dus hier een doeltrap voor Dennis Vinken, de keeper van VVA. Wouter van der Molen, die gaat lekker op de grond liggen. Die denkt dat kost tijd. En dan mag de doelman een doeltrap gaan nemen. Dennis Vinken dus bal in het op de 5 meter. En dan maar naar voren rammen. Tijd, tijd, tijd. Dat is wat de man in een groen shirt roepen. De doeltrap is niet ver. Opgevangen Davids. Dan moet de voet verleggen. Doet Tabauni dat. En dan komt die bal bij Peters. Peters krijgt hem bij Muller. Muller goed gekaapt naar Koenders. Koenders moet voor de voorzet gaan. Die gaat naar de tweede paal. Daar zit iedereen mis. Nu moet hij terug. De voet. Die krijgt hem wel terug. Maar dan komt hij bij Koenders. Lijkt me buitenspel. Wordt niet voor gefloten. Dus gaan we door met voetballen. Koenders schiet hem over de zijlijn. Via Van der Brink. Van Kammen mag nog een keer. Ja, het slotoffensief begint in minuut 94. Dat is wat laat, zou je zeggen. Van Kammen met links. De bal nog maar een keer voor. Die moet voor de keeper zijn. De keeper torent hoog boven alles en iedereen uit. Gaat dan liggen en doet dan alsof hij geblesseerd is. Ja, ze kijken ook televisie in Achterberg hoor. Je kunt wel denken, ze hebben daar nog geen riolering en geen internet. Maar televisie hebben ze wel. En dus heeft hij dit op tv gezien. Denkt hij, ja, ik moet gaan liggen, want dat kost tijd. En dat doet hij gewoon slim. Want dat had Rijnvis aan de overkant ook gedaan. Als hij met 1-2 voor had gestaan bij IJsselmeervogels uit. Goed, nog een minuutje of twee voetballen. Misschien wel. Maar misschien heb je ook nog wel iemand in Barneveld aan de telefoon. Jazeker, vrije trap nog voor de Nijkerkers. Sorry. Gezondheid. Ivo de Heus kan dit. Al is het wel wat ver hoor. Ik denk dat een metertje of 25. Hij smokkelt er één als de scheidsrechter niet kijkt. Die slim die jongen. Hij komt boven van de Zouave. Hij schoot er tegen Linde. Eentje fenomenaal in. Er staan ook veel mensen in het oranje-zwart in de 16. Voor als die bal door de keeper wordt weggebokst. Dan hoeft er maar iemand tegenaan te lopen. En is het 2-2. Maar hij kan er ook in één keer in hoor. Ik heb het hem wel eens zien doen. Daar gaat hij! Wat een redding van de keeper zeg. Wat een prachtige vrije trap. Van Ivo de Heus en die keeper die bokst hem uit de kruising. Wat een fantastische redding van die doelman. Ja, zo eerlijk moeten we ook zijn. Hij krult hem over de muur in de voor de keeper rechterhoek. En die lijkt binnen te gaan, maar die keeper bokst hem er nog uit. Geweldig, corner voor Sparta. Die keeper bokst hem opnieuw weg. En dan fluit de scheidsrechter af. En hebben we gekeken naar een verschrikkelijk slecht Sparta. En verliezen ze het 1-2 van VVA uit Achterberg.